Welkom terug bij opnieuw een aardrijkskunde kennisklip. In deze kennisklip gaan we in op de sociaal-economische verschillen in Zuid-Amerika. Er zijn namelijk inmiddels overheidsprogramma's zoals Bolsa Familia in Brazilië die de verschillen in sociaal-economische klassen tegengaan. Maar wist je dat deze ongelijkheid veel al begonnen is in de tijd van het kolonialisme? In deze kennisklip bespreken ik dit in ieder geval. Mocht je dit soort kennisklips nou handig vinden, dan kun je overwegen om te abonneren, je belletje aan te zetten, een likeje achter te laten... En mij heeft te volgen via Instagram. Dan ben je in ieder geval op de hoogte van de laatste kennisclips. Sowieso zie ik de laatste tijd al een flinke groei naar beneden, wat ik erg tof vind om te zien, want dat motiveert mij om kennisclips te blijven maken. Voor nu hebben we genoeg gepraat en gaan we door naar de volgende kennisclip. Ik zeg: let's go! Zoals je misschien wel weet, hadden de grootgrondbezitters een behoorlijke macht in Zuid-Amerika. Toen al was er sociale polarisatie duidelijk, en sinds de groeiende welvaart is die er zeker niet minder op geworden. Want welvaart is leuk voor de positie van een land of continent in het economisch wereldsysteem, maar wat gebeurt er met de kloof tussen arm en rijk in het land? Er is namelijk een kleine hoeveelheid elitebevolking die mee profiteert van het succes van de sterk groeiende welvaart en een grotere hoeveelheid armere bevolking die maar weinig terugziet van de groei. Toch zijn diverse landen op weg om zichzelf te verbeteren en deze ongelijkheid te verkleinen. Zo is er vanuit de politiek van Brazilië weliswaar door ex-president Lula Bolsa-familie bedacht. Dit is een sociaal programma om de armoede te bestrijden. Het staat voor een familiebeurs die je kan krijgen wanneer je voldoet aan de voorwaarden van de beurs. De voorwaarden zijn dat je financiële steun krijgt wanneer je jouw kinderen naar school laat gaan en ingeënt laat worden. Maar helaas zijn dit soort dingen afhankelijk van de politieke situatie van het land en die is niet overal even stabiel. Er is namelijk veel corruptie aanwezig in sommige landen van Zuid-Amerika. Landen als Bolivia en Ecuador waren in Zuid-Amerika het meest corrupt volgens de ranglijst van de meest corrupte landen. Nederland stond overigens op plaats 8, mocht je dat willen weten. Daarom moet er worden gestreefd naar een mate van good governance. Dat betekent dat het land eerlijk bestuurd wordt, transparant is en zonder corruptie. Je begrijpt dat een aantal landen daar nog lang niet aan voldoen. Misschien wel de reden waarom Zuid-Amerika nog veel corruptie kent, is doordat er veel landen fases van dictaturen hebben gekend. Er lag bij een kleine elitegroep veel macht en dat noemen we een oligarchie. De dictaturen kregen in de jaren 80 steeds meer te maken met weerstand omdat er een economische crisis was die ze niet konden oplossen. Daarom zijn er in veel landen in Zuid-Amerika de dictaturen verdwenen en is er een democratiseringsproces in gang gezet. Al blijft de corruptie onder de elite nog steeds hoog. Deze nieuwe regeringen hebben het neoliberalisme ingevoerd, dat wil zeggen dat de markt werd opengezet voor bedrijven uit het buitenland en dat vrijhandel wordt nagestreefd. Nu Zuid-Amerika in een fase van democratisering is beland, wordt er ingezet op bevolkingsparticipatie op lokaal schaalniveau. Oftewel dat mensen in het land mee mogen beslissen over de besluiten die vooral lokaal genomen worden. Te denken valt aan scholing of voorzieningen in de wijk. Je kunt hierbij ook wel spreken van een bottom-up democratisering. Dus de lokale bevolking heeft invloed op wat de gemeentes en provincies willen. Er is hier bewust gekozen voor een decentralisering van het bestuur, oftewel er wordt meer macht en middelen bij deze gemeentes en provincies neergelegd om zodoende te kunnen voldoen aan de behoeften die er in het gebied aanwezig zijn. Maar met de etnische en culturele diversiteit die in Zuid-Amerika aanwezig is, kan deze besluitvorming nogal stroef verlopen. De etnische samenstelling van Zuid-Amerika is namelijk heel divers. Er is een inheemse bevolking, een donkere, een blanke, een Aziatische, Latino's, mestizen en mulatten, die zijn allemaal aanwezig. En die kijken allemaal vanuit hun eigen cultuur naar bepaalde besluiten. Nou, ik hoor je al denken, mestizen en mulatten, wie of wat zijn dat precies? Een mesties ben je wanneer je een Indiaanse en een blanke voorouder hebt. Een mulat ben je wanneer je een donkere en een blanke voorouder hebt gehad. In het algemeen wordt er bij het vermengen van een etnische afkomst de term mesticering gebruikt, in ieder geval komen er in Zuid-Amerika veel mystische voor. En misschien is het ook goed om Latino nog even te herhalen. Een Latino ben je wanneer je een inwoner bent uit Latijns-Amerika. Wanneer je kijkt naar deze etnische groepen, kijk je naar de gemeenschappelijke elementen zoals herkomst, taal, religie, geschiedenis of tradities. Als die met elkaar overeenkomen, kunnen we dit een etnische groep noemen. Toch zijn er, ondanks de vele verschillende meningen, weinig tot geen grootschalige religieuze of etnische conflicten aanwezig in de diverse landen. Wel is discriminatie helaas niet weg te denken uit de Zuid-Amerikaanse samenleving. Dat zal je niet verrassen, maar vooral de donkere bevolking wordt hier gediscrimineerd. Daarom zie je ook bij de blanke bevolking dat ze veelal een hogere maatschappelijke positie hebben dan de rest van de kleurrijke bevolking. Dit is helaas nog steeds een overblijfsel uit het koloniale verleden. Je begrijpt dat onderaan de maatschappelijke ladder met de minste doorgroeimogelijkheden de donkere bevolking staat. Het klimmen op de maatschappelijke ladder kunnen we ook wel definiëren met de term sociale mobiliteit. Zo zie je dat er veel sociale, culturele verschillen, onder andere religie, etniciteit, aanwezig zijn in Zuid-Amerika, maar er zijn ook grote sociaal-economische verschillen tussen deze etnische groepen. Inmiddels worden de eerste stappen naar gelijkheid genomen door bottom-up democratisering, waarin de bevolking mag meebeslissen op lokaal schaalniveau. Dit alles heeft raakvlak met de snel groeiende economie van de landen in Zuid-Amerika, daarom is het interessant om naar de ontwikkeling binnen deze economie te gaan kijken. Weet je bijvoorbeeld dat het BNP per inwoner gemiddeld voor Zuid-Amerika nog steeds rond de 15.000 dollar ligt, terwijl die voor Nederland 51.000 dollar is? Wil je weten hoe dit komt en wil je weten hoe de ongelijkheid in een land met de Lorentz curve kan worden aangegeven, dan kun je de volgende kennisclip bekijken in deze playlist. Ik wil jullie voor nu graag bedanken voor het bekijken van deze kennisclip. En mocht je deze kennisclips nou handig vinden, dan kun je overwegen om te abonneren, je belletje aan te zetten, een likeje achter te laten en mij even te volgen via Instagram. Mocht je nou nog vragen hebben, zet ze dan in de comments en dan probeer ik ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor nu zeg ik bye bye, zwaai zwaai, tot de volgende keer.